roet, stoom, kolen, stoombootjes, stoommachines. In Medemblik bij het Stoommachinemuseum kan je vandaag 100 jaar terug in de tijd naar de periode dat de machines nog op stoom draaiden. Populair bij de bezoekers zijn de door de kleine stoommachine aangedreven bootjes waar tochtjes mee over de kleine vliet bij Medemblik worden gemaakt. Ja, het is een stoommachine, maar wat is het? Dat is de stoommachine voor een radarstoombootje. Dat is een radarstoomsloep eigenlijk. Die zijn we aan het restaureren. Een restauratieproject, nou sinds een maand eigenlijk aangekocht. En dit is dus de stoommachine daarvan. Die komt dadelijk in de boot te staan. Hier overheen loopt een as met aan de zijkant van de boot twee radarwielen. Die dus zorgen voor de voortstuwing van de boot. En zoals het hier staat, is dus even een testopstelling. En dat we het aan het publiek kunnen laten zien wat er allemaal bij komt kijken eigenlijk. Wat trek je nou zo hier in dat stoom? Ja, wat trek je? Dat is altijd een vraag die je vaker gesteld krijgt. Het is de interesse voor de techniek, één ding. Een stoommachine blijft wat apart. We zeggen altijd, het zijn levende apparaten. Als het zo staat te draaien, het sist, het steunt, het kreunt. Je bent er echt mee bezig. Je moet het om het aan de praat houden. Het is een virus wat je pakt en dat gaat nooit meer weg.